vrienden, ja, ik ben zonder haar, zo wat. Zo, zeker beter op, denk ik. Ja, dan maar een beetje schuin. Ja, toch? Ja. En een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag 4 juli. Waarom een hoop eigenlijk juli zeggen? Ik weet niet, want het is geen ei, maar een i. Ja. Het is 11:24. Rebecca had mij al gevraagd of ik beneden was. Nou ja, ik was wel beneden, maar ik heb dat ding nooit niet gehoord. Dus ze komt eraan. Ja. Ik zal even een duimpje geven. Van oké. Okay. Zo. Ja, meisje. Ja, meisje. Eeuwen, die wil er ook even op. Kom dan. Kom dan. Kijk eens. Ja, Eeuwen. Oh, wat is Eeuwen mooi, hè. Dat, daar is nou te wachten op. Ik ga een bakje koffie maken. Ik ga voor de dieren zorgen. En voor Rebecca thee maken, want die wil thee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het leven, want het duurt maar even. Het is prachtig mooi weer. En dat hebben we dan maar weer. Dat, ja, mij hoor je er niet over klagen. Iedereen die gaat er doorheen zagen. Ja, ze vinden het maar niks, die warmte, et cetera. Ik vind het heerlijk. Ja, maar dat maakt niet uit hoor. Nee, laat die anderen maar klagen en erover doorgaan blijven zagen. Ik vind het heerlijk. Ja, ik geniet hiervan. Ik heb dit liever dan de kou en de regen. Ja, want dan krijg je weer pijn aan je gewrichten, et cetera. En dat moet toch niet? Nee. Vind ik van niet. Dus ja, lieve vrienden, geniet ervan, zolang het kan. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken om even lekker de hort op te gaan. Ik neem deze camera mee en we zien wel, ik wil even toch gaan kijken bij de familie Zwaan. En wat ik verder ga doen, ja, ik moet nog wat boodschapjes doen, want ik moet proberen zakjes lavendel ergens te vinden, heb ik nodig. En ja, ik moet kaars halen, is weer op, ook halen. Dus ja, we zien het wel, hoe en wat. In ieder geval gaan we eerst naar de familie Slang kijken hoe het daarmee staat. Zijn ze aanwezig, ja of nee? Ken ik daar eventjes vloggen, ja of nee? Dat is afwachten. Dat is de natuur die dat toelaat, ja of nee? En ik zal eventjes kijken of Mary thuis is. Want ik hoor er niks van, ik zie er niet, ik weet het niet. Dus ik zal er even een appje sturen, kijken of ze thuis is. Dat ik daar vanmiddag ook even een bakje koffie ga doen. Dus ja, ze was van de week ziek. Ze kwam de deur niet uit, ze lag op bed te slapen. Ik dacht, meisje lief, ik ben ook wel eens ziek, maar... Oké, ik slaap dan 's morgens uit, maar dan ben ik er wel weer en ik ga erop uit. Ziek of niet ziek, ja. Met het mooie weer wel. Als je eruit kent, dan kan je eruit. Kijk, heb ik andere dingen te doen, zoals renderen. Nou staat hij ook te renderen. Rebecca is geweest. Nou ja, dan kan ik niet weg, weet je. Als ik volk over tevoren heb, kan ik niet weg. Maar nu heb ik vrij. Nou, als ik heb nou ook hoofdpijn, maar dat heb ik dagelijks. Hallo, moet ik dan van binnen blijven? Nee, we gewoon doorgaan met die banaan. .nl. Ik heb dag in dag uit hoofdpijn. Dus dat heb ik gekregen toen ik van mijn mannetje hoorde dat mijn moeder plotseling was overleden. Ja, dat heet nou tegenwoordig geloof ik stress hoofdpijn. Ik weet het niet, maar in ieder geval in die trend. Je hebt dan dagelijks hoofdpijn enkel. De ene keer kun je er wel mee handelen en de andere keer kun je er niet mee handelen. Nou ja, het gaat gewoon, punt. Wees blij dat je er nog bent, ja. Er zijn ergere dingen, ja toch? Ja. Hé Frodo, ja nou. Die denkt ook, bekijk het, ik leg heel lekker. Ik zou het ook zeggen, oh man. Ja, ik ga naar het toilet, lieve vrienden, en ik neem jullie lekker mee. Gezellig. Nee, niet de koper. Laat ik lekker thuis. Geen zin in. Ja, en zo reed ik even dwars door de stad heen en dan zie je wat moois liggen hier in het kanaal. Ja, een heel mooi schip.
Houten Boten Festival 5. Tot 7 juli. Dus ja, voor ieder wat gaars. Dus je kan naar de Helder komen en dan kun je dat zoiets bewonderen. En er zal wel veel meer te doen zijn dan enkel dit schip. Maar ik vind het een beauty. Ik kom er zelf niet op, dat zeg ik erbij. Ook al is het met mijn stok. Ik kom er niet op, want een boot is bij mij een aquablublub en een vliegtuig is een donderdelding. Nou, dan weet je het wel. Nou, we gaan even verder. Ja, en zo kwam ik dit ook weer tegen. Echt heel mooi weer gemaakt. Dat was dat vorig jaar ook. Op deze plek, enkel dan een andere. En nu hebben ze deze gemaakt. Hij is weer prachtig, of niet dan? Ja, ik ben een vlogger hoor. Ja, ik vlog er altijd. Hij is weer een beauty. Ja, zijn ze er niet meer? Nee, ze zijn weer verdwenen. Het hek is ook trouwens al lang al weg. Maar ze zijn niet meer te spotten momenteel. Ik zag wel twee meerkoetjes, maar die zitten nou achter het hoge riet. Dus ja, helaas pindakaas en het water. Nou, dat is ook één groene massa. Kan je ook niks aan doen. En ik hoor ook niks, hè. Wat zwanen aangaat. Ze kunnen natuurlijk wel erachter op school liggen, maar dat kan ik niet bekijken hier vandaan. En ook niet als ik dichterbij ga. Nee. En ik hoef ook nog niet het water in. Dat hoeft nou ook weer niet. Ik zie ook niks door het riet heen. Iets van wit. Maar ja, pech gehad hoor. We komen wel weer eens, denk ik, hoop ik, mag ik hopen. Kijk, daar heen een meerkoetje. Lief, hè? Is ook lief. Maar ja, helaas pindakaas. Het is niet anders. Dat we gaan weer door. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer geruimd met tijd thuis. Ik heb de boodschappen al opgeruimd en ik heb wat... voor de GoPro iets extra's gekocht bij de Action. Een koffertje vol met attributen. Enkel, ja, er zijn een paar dingen dat ik absoluut niet gebruik. Want ik ga echt niet meer te zwemmen. Nee, ik duik niet het water meer in. Daar ben ik een beetje te huiverig voor. Ja, zou ik niet weten waar. Want ik kan niet tegen chloor qua zwembad. En ten tweede, de zee, daar kan ik niet bij komen met mijn stokje. Zak weg en met mijn booster ik graaf mezelf in. Dat is maar nee, dat doen we maar niet. Nee, maar er zijn wel dingen bij wat ik denk van ja, dat kunnen we gebruiken. Zeker. Ja, komt helemaal goed en ik ben er blij mee. En het was niet duur. Nee, een paar euro, maar nou ja, wie doet je dan wat, zou ik zeggen. Maar in ieder geval, ik ga de diertjes verzorgen. Ik ga mezelf verzorgen. Ik moet nog speklapjes bakken. Ik moet nog rode kool koken voor morgen. Want dat gaan we morgen eten. Astrid die komt morgen weer. Dus ja, dan heb je gelijk weer te eten op tafel staan. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet er nog verder van. En tot later. Ja, goedenavond, lieve vrienden. Het is alweer... 8 uur, GTST, die begint zo, het weerbericht is nou bezig. Ik heb de groente al gekookt, dus ga vleesjes gekookt, gebakken, die zit in de zuurpan. Lekkere speklapjes, rode kool hebben we als groente morgen. Ik heb het zelf gegeten, de dieren hebben gegeten, het aanrecht is weer op en top schoon. De vaatwasser is weer bezig te draaien. Dus ja, alles komt, is weer helemaal opgeruimd en netjes. Ik ga een bak koffie klaarmaken en dan vind ik het gezegend. Dan ga ik goede tijden, slechte tijden kijken. En daarna ga ik weer een vlog in elkaar zetten aan het renderen. Kijken of ik de camera leeg kan halen. Want ja, dat staat weer van de hele week bijna op. Morgen kom ik toch, ja...
Ja, ik kom er al morgenochtend een beetje. Ik moet morgen weer in de fysiotherapie, dat weten jullie. Nou, dan mag ik niet vloggen, dat weten jullie ook. Dus ja, dan ging ik de camera thuis laten. En dan moet ik weer naar huis. Dan komt Astrid. Dus ja, alles weer morgen van alles en nog wat. Het eten is dus tot zover klaar, hoef ik niet meer om te denken. Het is morgen enkel daar, dan moet ik puree klaarmaken, groenten opstoven met kruiden er doorheen. En de soepan opzetten is klaar. Ja toch? Ja. Nu gaan de kritjes kijken, dat gaat nu net beginnen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond.